voetbal tegenwoordig helemaal in Nederland. Een links buiten, links half. Die een bal helemaal naar het midden terug speelt. En dat is eigenlijk de straf van de angst, moet je dat maar noemen. Want ten eerste hoort hij de bal nooit te spelen. Dat is eigenlijk verboden, van buiten naar binnen te spelen. Ja. En ja, het is eigenlijk loon van de angst, hè. Zo kan natuurlijk nooit zo'n bal. Dat is ten een normale onmogelijk. Het is een penalty. Ja, het is, kijk, hij raakt hem niet met zijn hand. Nee, maar met zijn lichaam, zijn knie komt tegen zijn enkel, denk ik aan. En tenminste. Hier kan je beter zien. Ja, 100 jaar. Dus hij neemt hem mee en die man moet fluiten. Tegenwoordig moet je blij zijn dat hij niet uitgestuurd wordt. Want het is een wedstrijd al verpest natuurlijk. Ja. En waarschijnlijk zo'n heel Champions League voor PSV. Maar goed, ik denk dat ze meteen die waarschuwing gehad hebben. Laat ze allemaal noemen. Wees blij dat het gebeurt in die eerste minuut. Niemand hoeft meer af te wachten. Niemand hoeft meer te denken, ja, nou, hoe zullen we nu gaan voetballen? Iedereen weet dat je moet aanvallen. Iedereen weet dat je die goals moet maken. Dan zie je dus dat ze veel beter in de wedstrijd komen. Je ziet dat wat we voor die tijd al zeiden, de verdediging van Manchester, ja, vrij zwak is, erg zwak is. Geef je er een beetje druk op, dan krijg je dus je kansen. Nou, ze hebben twee kansen gehad, wie ze goed afmaakte. Dan moet je even gaan kijken naar die momenten. En buiten, dat werd er vrij goed gevoetbald, hè? Vooral voor Bouwman, die neemt hem goed mee. Maar je ziet dus de manier van dekken. Hij schiet hem uitstekend in. Het is hem gewoon een perfect Maar ja, daar staat hij er ook voor. Hij staat er niet voor om die bal op in het midden in de verdediging terug te spelen. Hij staat hier voor. En neemt hem goed mee. Snijdt voorlangs. Goed voorlangs. Maar je ziet, ze staan met vier man op één lijn. Wordt een goede bal tussendoor gespeeld. En ze zijn gewoon allemaal weg. Ja. Nou, ze zijn uitstekend gespeeld. Maar het gebeurt te weinig. Je moet altijd, denk ik, daar aanvallen verdediging zwak is. Dus dit soort kansen moet je natuurlijk ten volle benutten. Je hebt nog een paar keer van de rechterkant uitstekende combinatie gezien, vooral met die Kerstman. Ja. Zijn rechterkant laten vallen, meteen doorlopen. Maar als je dan weer het positiespel voor de goal ziet, dat er staat er maar één. Of er staat er anderhalf. Ja, de en voor de rest. Kruis is nooit. Dus het rendement van zijn voorzet is natuurlijk minder. Hè? Ja, Kerstman is dan even van zijn rechterkant af en dit doet hij uitstekend. Nou, dat is ook uitstekend. Die man heeft gewoon goede voetbalkwaliteiten. En hij legt hem neer daar waar hij hoort te liggen. Uitstekend. Slecht meegenomen. Ik weet niet wie het is. Maar Van Bommel. Technisch slecht uitgevoerd. Misschien is daardoor ook wel gelukt dat de keeper dus eigenlijk niet daar staat waar hij moet staan. En maakt een goede goal. Dat, vorige keer zei ik dat die Kerstman een goede voetballer. Hij is niet zoals we dat gebruikelijk hebben, zoals de spitsen tegenwoordig zijn. Maar hij legt die ballen daar neer waar ze horen. En als je daar gebruik van kan maken via je middenveld, is dat natuurlijk ideaal. Ja. PSV, PSV twijfelt een beetje. Gaan we wat meer druk geven op het middenveld? Of rendement van kwaliteit. Dan weet je twee dingen voor de wedstrijd. En helemaal eigenlijk na de rust. Scheidsrechter wie graag wappert met gele kaarten. Keeper wie op een gegeven moment uit moet komen. Kijk, met volle snelheid. En dan moet je eigenlijk de keeper gaan passeren. Je bedoelt dus je moet omheen trekken. En niet dat je zegt, ja, die mist hij nou en had hij niet moeten schieten. Nee, hij moet het maximaal uit dit halen. Dat wil zeggen, geef die keeper je een tikje. Dan is de penalty. Dan heb je meteen een keeper tegenover je die niets meer durft te doen. Want anders ja, moet hij er ook uit. Dus eigenlijk is er buiten de kans, is er nog veel meer uit te halen. En dat zijn de dingen die je dus op een gegeven moment. Hij is natuurlijk heel jong, hè? Ik geloof dat je zei dat hij 21 was. Ja. Dit ook is een uitstekende actie. Oh. Wat wil je nou meer? Ik bedoel, hij gaat op zijn man af, hij loopt er voorbij. Als ik toch een fout weer moet aanhalen, is dat positiespel voor de goal dus slecht is. Er is niemand. Geen enkele positie. Dus ik kan wel zeggen, ja, het is fantastisch dat hij erin gaat. Maar ik bedoel, het is eigenlijk een oplossing die je zegt, ja, in theorie zou het niet mogen. Maar de rest van het positiespel was weer zwak. Doordat, eigenlijk mag je niet schieten vanuit die hoek zoals die keeper staat. Nee. Eigenlijk moet hij hem over, maar er moet er wel iemand bij zijn. Nee. In dit geval, fantastisch afgemaakt. Maar die was gewoon een goede voetballer. Ja, hij zal nog dingen moeten leren, hij is jong.